Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn haar. Ik heb nu al een tijdje haar extensions en ik krijg er super veel vragen over. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een video van waarin ik al jullie vragen, de meest gestelde vragen, ga beantwoorden. Dus laten we maar beginnen. Nou, als eerste laat ik wel even de extensions zien. Even kijken. Ik heb dus plukje voor plukje. Hier kan je het zien zitten. Ik heb nu inmiddels, ik denk 5 maanden extensions en ik heb het nu 1 keer laten vervangen. En ik ben er tot nu toe echt heel erg blij mee. Ik zal jullie even een before en after laten zien. Dit was mijn haar zonder extensions en dit is mijn haar met extensions. Ik ben heel erg veel haar verloren nadat ik corona heb gehad. Toen had ik enorm veel haaruitval en daardoor is mijn haar echt nog een stuk dunner geworden. Daarnaast gebruik ik natuurlijk ook vaak een krultang. En dat is natuurlijk ook niet heel erg goed voor je haar. Dus ik merkte gewoon dat mijn haar heel erg afgebroken was. En gewoon wat dunner. En daarom wilde ik heel erg graag extensions proberen. Zoals ik al zei, ik heb het inmiddels 5 maanden. Dus het bevalt me zeker. Ik heb dan ook extensions om mijn haar te verdikken en niet te verlengen. Dit is gewoon mijn eigen haarlengte zoals je het nu ziet. Het is alleen wat dikker gemaakt met de extensions. En ik denk ook als je het niet weet dat ik het heb, dat je het ook niet ziet. Want het ziet er gewoon heel erg natuurlijk uit. En dat wilde ik ook heel erg graag. Dat het er gewoon natuurlijk uitzag. Nou, daarnaast kan ik gewoon nog mijn Dyson Airwrap gebruiken. Dat doe ik ook elke keer. En daarmee maak ik dus krullen. Als je een krultang gebruikt of een steltang, moet je natuurlijk wel heel erg oppassen dat je iets verder van de hoofdhuid afgaat. Want de extensions zijn dus aan je haar bevestigd. Maar het wordt een soort van in je haar, aan je haar vastgemaakt met een soort steltang. Hier zie je hoe de extensions plukje voor plukje worden vastgemaakt. En wanneer je dus met een steltang er weer overheen gaat, smelt dat dus in je haar. En dat wil je niet hebben. Dus daar moet je wel mee oppassen. Maar met de Airwrap kan dat gewoon, want die gebruikt niet extreme warmte. Nou, dan de eerste vraag. Waar laat je het doen? Ik laat het doen bij de salon van Beauty by Rose. Zij zijn gespecialiseerd in haar extensions. En ik ga naar de salon in Amersfoort. Het is echt een prachtige salon. Heel erg groot. En ja, het bevalt me daar heel erg goed. Dan, hoeveel stuks haar extensions heb je? En welke lengte? Nou, zoals ik al vertelde, ik heb dus extensions om mijn haar te verdikken en niet te verlengen. Dus de extensions zijn 35 tot 40 centimeter lang. Daarvan heb ik 50 stuks in mijn haar. En dat wordt dus echt plukje voor plukje bevestigd in je haar. En ik heb de extensions in de kleuren Chicago en Marseille. Want omdat ik highlights heb in mijn haar, heb ik verschillende tinten. Dat kan je hier ook wel zien. De een is wat lichter, de andere is wat donkerder. En daarom heeft ze ook gekozen voor verschillende kleuren haar extensions. Zodat het mooi blendt met mijn eigen haar. En ik moet zeggen, als ik mijn haar zo heb, ik zou echt niet kunnen zeggen wat mijn echte haar is en wat de extensions zijn. En dat vind ik juist heel erg mooi aan. Dus die kleuren zijn heel erg goed gematcht. En de prijs hiervan met het aantal extensions wat ik in mijn haar heb met deze lengte is dus €237,50. En hoe lang kan je met deze extensions doen? Nou, dat verschilt dus per haartype. Mijn haar is wat dunner. Dus dan adviseren ze om elke 3 maanden de extensions te vervangen. Wat ze dan doen is dat ze de extensions er eigenlijk weer uithalen. En dat ze er gewoon weer nieuwe inzetten. Want volgens mij als je een mat doet, weet ik niet zeker trouwens, maar dan moet je het dus elke keer omhoog laten zetten. En dat is dus anders met de extensions die ik heb. De extensions worden eerst plukje voor plukje eruit gehaald en daarna komen de nieuwe er weer in. Als jij wat dikker haar hebt, dan kan je elke 4 maanden het weer gaan vervangen. Dit vond ik ook een hele goede vraag, want hier was ik zelf ook enorm benieuwd naar. Kan je haar kleuren met extensions in? En dat kan gelukkig, alleen adviseren ze niet om je haar zelf te ontkleuren, dus te blonderen. Ik heb laatst wel highlights laten zetten, maar dat heb ik gedaan aan de bovenkant van mijn haar, want hier heb ik geen extensions zitten. De extensions beginnen bij mij vanaf hier dus. Dus ik heb hierboven wat highlights laten zetten, want het was weer donker en ik dacht, ik wil het weer lekker voor het betere weer wat lichter hebben. Dus dat kan wel gewoon. Dit is denk ik wel de meest gestelde vraag, namelijk beschadigt het je haar? En dat hoeft niet als je het maar goed
professioneel laat zetten en laat verwijderen. En je natuurlijk ook zelf heel erg goed verzorgt. Dat is ook heel erg belangrijk wanneer je extensions hebt. Nou, zelf ben ik echt heel erg panisch. Ik wil alles altijd netjes doen. Dus ik probeer het zeker heel erg goed te verzorgen. En daarvoor gebruik ik speciale producten voor haar extensions. Als eerste deze haarborstel. En deze is echt heel erg fijn. Maar het is dus belangrijk om je haar goed te borstelen. Want wanneer je dit niet doet, komen er bij de plekken waar dus extensions zijn gezet aan de bovenkant knopen. En dat wil je dus echt niet, want dat zou heel erg zonde zijn. Dus ik probeer het elke dag goed te borstelen. In ieder geval 's ochtends en 's avonds, voordat ik ga slapen. Dus dat moet je als eerste doen. Dan andere producten die ik ook gebruik, is deze spray conditioner. Dit is een leave-in conditioner. En die gebruik ik ook als heat protector. Daarnaast heb ik een olietje van hetzelfde merk Hairlox. Deze heb ik trouwens bij de salon van Beauty by Rose gekregen. Dus dit is een haarserum. En dan de shampoos en conditioners die ik gebruik. Van hetzelfde merk. Dit is de shampoo. Aangezien ik blond haar heb, gebruik ik ook een zilver shampoo. Een zilver shampoo zorgt ervoor dat het gele uit je haar trekt. Want soms als je je haar geblondeerd hebt, dan gaat het soms wat geliger worden. En dat wil je niet hebben. Dus dan is zilver shampoo heel erg belangrijk. Vervolgens heb ik nog een conditioner en een haarmasker. En al deze vier producten gebruik ik elke keer als ik mijn haar ga wassen. Ik was mijn haar net zo vaak als voordat ik extensions had. Ik doe dit om de 4-5 dagen. Ik probeer mijn haar niet te vaak te wassen, want dat zorgt ervoor dat het juist eerder vet wordt. Dus probeer je haar te trainen, zodat je iets langer kan wachten met wassen. Dan kreeg ik ook de vraag of je wel een staart in kan doen. Nou, ik had eerst hier ook nog extensions, waardoor ik niet meer dit omhoog kon doen. Dus ik heb er nu extensions iets naar achter laten zetten, zodat ik dat wel kan doen. Want ik merk dat ik het wel leuk vind om vaak mijn haar zo te doen. En dat kon dus eerst niet. Maar nu kan dat wel. Maar tijdens dat de extensions worden gezet, gaan we het ook een beetje testen hoe ik mijn haar altijd doe. Want ik heb mijn haar altijd zo hoog in een staart. En ik wilde dat wel gewoon blijven doen. Dus tijdens het zetten gingen we kijken van oké, als we dit doen, zie je dan de extensions zitten. En je ziet ze niet zitten. Ik ben vaak wel, als ik een staart in heb, even goed aan het kijken van oké, zie je het echt niet zitten. Nou ja, niet heel erg dat het heel erg uitmaakt als je het ziet of zo. Maar toch wil je dat gewoon liever niet. Maar ja, daar wordt wel op gelet tijdens het zetten. En dan de allerlaatste vraag, voel je het zitten? Heb je er last van? Ik moet heel eerlijk toegeven, aan het begin was het heel erg wennen. Want ja, het is natuurlijk een stuk zwaarder dan dat je normaal hebt. Tenminste, nu voel ik echt totaal niks meer. Maar eerst dus wel. Dus aan het begin kon het een beetje jeuken en voelde het een beetje zwaar. En ik moest heel erg wennen met wassen. Want als je met je handen door je haar gaat, moet je gewoon oppassen dat je niet blijft haken. Dus ja, verder heb ik er totaal geen last van. Voel ik het nu echt niet meer zitten. Ik denk dat het vooral de eerste maand was dat je gewoon even moet wennen. Maar ja, dat is ook wel logisch. Maar nu voel ik het echt niet meer zitten. Ik heb wel eens gehad dat iemand dan zo doet en dat hij zegt, wat heb jij daar zitten? Maar ja, weet je, ik zeg altijd gewoon, ja, ik heb mooie extensions. Ik ben er helemaal blij mee. Dus dat maakt me ook helemaal niet uit. Dus ja, dit was de Q&A over mijn extensions. Ik zal de vlog waarin ik laat zien dat de extensions gezet worden wel in de beschrijving doen. Dus als je benieuwd bent naar het hele proces, klik dan even op die foto en dan krijg je het allemaal te zien. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je toch nog vragen? Laat het weten in de comments. En tot de volgende keer. Doei doei!